De adrenaline is een beetje weg, John, denk ik, hoop ik. Maar bij mij zit hij er nog steeds een beetje in. Wat een apotheose, dit. Ja, de adrenaline, dat is inderdaad wel weg. Alleen nu zitten we toch wel met een enorme teleurstelling. Vorige week hebben we natuurlijk euforie gehad. Hebben we ons veilig gespeeld, dus waren we hartstikke blij mee. En dan ga je nu natuurlijk uiteraard volle bak voor de periode spelen. En dat nu net niet gelukt is, ja, dat is uiteindelijk wel een enorme teleurstelling. Ja, de eerste 20 minuten waren heel duidelijk voor DVS. Mee eens? Ja, zeker. Kijk, wij begonnen met goed veldspel. Hielden hun heel veel op hun eigen helft. Kwamen er ook bijna niet uit in uitbraken. Gaandeweg de eerste helft zag je dat ze iets meer aan voetballen toe kwamen. Dat ze iets meer in de wedstrijd kwamen. Maar we hadden nog wel volop controle. En ja, ik denk dat we wel 2-3 kansen hebben gehad om een goal te maken. En dat lukte helaas niet in de eerste helft. Ja, en dan krijg je een tweede helft. Waarin aan het eind van de eerste helft bracht Staphorst er wat meer lichaamskracht in. En toen heb ik op een gegeven moment ook gezegd van DVS, laat die bal gewoon rondgaan. Ben je eens? Ja, zeker. Kijk, onze kracht ligt natuurlijk in het balbezit spelen, positiespel. Goed van kant naar kant spelen en op tegenstanders helft die tegenstander onder druk krijgen. En dat hebben we de tweede helft wel behoorlijk gedaan. En dat we heel goed aangesloten staan en stonden en steeds weer heel snel weer ballen veroverden. Alleen, dan kregen we ook weer 2 goede kansen. Waarbij we helaas ook niet tot afronding kwamen. Ja, en uiteindelijk kregen we de deksel op ons neus. Eigenlijk, ik denk de eerste echte kans van hun. Toch zijn de jongens daarna nog weer opgestaan en hebben geprobeerd om dat toch nog om te draaien in die laatste 10 minuten. Nou, en dan moet ik ze wel een compliment geven dat ze uiteindelijk die gelijkmaker maken. Ja, en wat er daarna gebeurd is, Staphorst moet winnen, wij moeten winnen. Dus het ligt dan altijd aan beide kanten helemaal open. Ja, en dan krijgen wij 2-3 grote kansen om 2-1 te maken. Ja, op een gegeven moment telde ik wel 6-2. Een situatie, 6 aanvallers, 2 verdedigers. Ja, kijk, we gokten natuurlijk beide op die laatste goal. Ja. En wie hem zou maken, die ging hier blij van het veld af. Ja, en uiteindelijk hebben we elkaar dat was om gedaan. Ja, maar desalniettemin toch ongelooflijke complimenten voor deze ploeg, denk ik. He? Ja, zeker. Kijk, het is net ook gezegd waar we vandaan komen. We hebben de jongens het echt fantastisch opgepakt. We hebben het als groep en als staf echt heel goed samengewerkt. Ook complimenten naar de rest van de staf hoe ze dit hebben opgepakt. En de spelers uiteraard ook. En wat dat betreft, dat zal de komende weken dan nog wel indalen. Dat we toch het seizoen omgedraaid hebben. Alleen, nu even is nog de teleurstelling dat we ons niet beloond hebben. Ja, en ik denk dat je toch wel zin hebt om met deze groep, met ook nieuwe spelers erbij, het volgend seizoen positief in te gaan. Ja, uiteraard. Sorry. Kijk, wij... We hebben laten zien wat we kunnen met DVS en wat we ook willen. Dus hier kunnen we zeker op voort gaan beduren. Dus daar gaan we vol mee aan de bak over een aantal weken. Daar wensen we jullie heel veel succes mee. Ja, John, dankjewel. Bedankt voor dit seizoen. Jullie ook bedankt.